Heel lang geleden was natuurlijk het hele terrein van ons. En ondertussen is er behoorlijk wat veranderd. En daar hebben we ook wat voor teruggekregen. Dus ik wil niet zeggen dat er helemaal geen sentimenten meer zijn. Die zijn er zeker. Met name is er wat zorg om hoe ga je de competitie goed starten. Niet dit seizoen, maar volgend seizoen. Want ja, er gaat een hele transformatie plaatsvinden. En hoe krijg je dat allemaal tijdig geregeld? Herakles gaat naar de overkant van de beek. Die zijn nu bezig met wat ons vroeger veld 5 was. Dus wij gaan van 6 velden terug dit jaar naar 5 velden. Maar daarvoor mogen we het stadion gebruiken. En zodra dat veld van hun klaar is, dus rond 16 oktober, dan kunnen we op die zaterdagen dat veld ook gebruiken als wedstrijdvelden. Volgend seizoen komen er hier nieuwe velden. 2 kunstgrasvelden en 1,5 natuurgrasveld. En oude kleedkamers 15 tot met 18, die raken we kwijt. En dat betekent dat we hier ook nieuwe kleedkamers moeten gaan bouwen. 1200 leden heeft Oranje Nassau. Betekent dus dat je nog aardig wat velden nodig bent. Maar met die verandering die er nu aan staat te komen, kan je het redden? Nou, volgend jaar wordt sowieso wel krap. Hè? Want ergens heb je op een gegeven moment wel een moment dat je maar 5 velden hebt. Het jaar erop heb je dus weer 5,5 veld. Plus dat andere veld van Herakles heb je 6,5 veld. Dus dat moet geen probleem zijn. In de tussentijd zou het best kunnen dat we starten nu als laatste wedstrijd om 3 uur. Het zou best kunnen dat we naar 3:30, 4 uur of misschien zelfs naar 5 uur kunnen. Nou, Oranje Nassau steekt er geen cent in. Dus dat is de gemeente en Herakles die dat gaan doen. Dat is voor ons wel een uitgangspunt geweest. Kijk, we zijn een vereniging. Ze hebben hartstikke zware tijden gehad in coronatijd. En nu dit jaar weer met verduurzaming, vanwege de energieprijzen. Ja, daar is onze volledige aandacht aan gegaan. We hebben wel gezegd van ja, we willen best samenwerken. Ook kijken, we willen ook wel wat inleveren. Moeten we ook wat voor terugkrijgen. Maar het kan ons in ieder geval geen cent kosten. Onze eigen parkeerplaats wordt vernieuwd en vergroot. Verhard. Maar ook bij La Première en de honkbalvereniging, er komt een nieuwe parkeerplaats. Parkeerplaats achter bij SV Almelo, die eigenlijk niet meer in gebruik was, wordt weer in gebruik genomen. Daardoor ontstaat er gewoon extra parkeergelegenheden. Ja, klopt. Maar ik denk dat de tijden wel mee hebben gehad. Hè. Dus zowel voor de omliggende vereniging, de gemeente als Herakles. Ik denk dat we een hele goede oplossing hebben verzonnen. En dat er nog wensen overblijven, ja, dat mogen duidelijk zijn. Wanneer komt die overdekte tribune? Ja, dat is bijvoorbeeld een van de vragen van de mensen uit de ALV. Dat is de vorige keer, bij de vorige transitie is dat niet gelukt. We hebben daarna wel gekeken van ja, gaat het lukken op eigen geld om dat te doen? Nou, dat kregen we niet gefinancierd. Zit ook niet in dit budget, want een overdekte tribune dat kost nog wel een beetje. Kijk maar eens bij Groots Hoop. Wat we wel gaan doen is wel naar geluisterd van, weet je, wat we wel missen is een beetje bankjes aan de zijkant, dat je even kunt zitten of dat oudere mensen ook wat overdekt kunnen zitten. Dus een van de ideeën is de dugouts die daar staan, de houten dugouts, op een verhoging daar neer te zetten, zodat de oudere mensen op verhoogd kunnen zitten en sowieso droog. Nou, daar hebben we nog wel een aantal ideeën, daar zijn we nog bezig aan het uitwerken en misschien valt dat in het project ook nog wel het een en ander te realiseren. Maar de tribune gaat er voorlopig nog niet op.